Hoi, ik ben Arthur Krijgsman, meester Arthur en in deze video ga ik je wat meer vertellen over spelen. Ik geloof namelijk dat spelen hetzelfde is als leren en hetzelfde is als leven. Spelen is leren is leven. Bij dit onderwerp maak ik gebruik van verschillende literatuur. Ik heb nog niet alles gelezen uit dit lijstje, maar dit boek, We moeten spelen van Rob Martens, heb ik inmiddels wel helemaal gelezen. En daar staan veel dingen in waar ik even naar verwijs. Zo komen theorie en praktijk bij elkaar. En dan gaat het eigenlijk om mijn praktijk. Maar ik hoop dat ik jou daarmee voorbeelden kan geven waar jij misschien weer van denkt, oh wacht even, zo kan het natuurlijk ook. We komen uit een tijd, 200 jaar geleden, toen de scholen werden opgericht, waarin het heel handig was als we militaire mensen hadden, soldaten, tijd van oorlogen is geweest, een paar keer natuurlijk, en een tijd waarin fabrieken werden gebouwd, mensen moesten doen wat een ander zei. Dan is het heel handig, het schoolsysteem zoals we het nu nog hebben, dat je doet wat de ander zegt en je doet het nu. En eigen mening mag best, maar zo min mogelijk, want dat is alleen maar lastig. Dus, hè, ik chargeer even. Maar zo zit eigenlijk ons hele lessysteem nog steeds in elkaar. Ik heb inmiddels ook ervaring op andere scholen die werken vanuit intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is gewoon eigenlijk je eigen motivatie. Bij hele kleine kinderen zie je dat al. Kinderen willen leren. Ze zijn kleine leermachines. Een kind gaat niet als die 100 keer gevallen is, zeggen bij de 101ste keer, nou ik stop ermee hoor, ik kan toch niet lopen. Ze gaan door. En sommige kinderen die vallen nooit, andere de kinderen die vallen dagelijks, maar ze gaan door totdat ze kunnen lopen. Een taal leren, als jij mensen om je heen hebt, dat is ook de theorie van Peter Gray. Ik raad deze ook aan. Free to learn. Als je mensen om je heen hebt die taal spreken en die met elkaar in interactie zijn, die verbinding hebben met elkaar, dan leert het kind dat ook, die wil dat leren. Dat is die eigen motivatie. Spel is daar natuurlijk ook een behoorlijk groot onderdeel van. Volwassenen spelen nog steeds. Rob Martens geeft dat goed aan. Netflix is ook spelen. Film kijken, theater, kunst is natuurlijk ook spel. Als je het op die manier bekijkt, is spelen hetzelfde als leren, hetzelfde als leven. Een paar jaar geleden werd ik aangenomen om spelend leren in te voeren in een groep 1-2. Ik kwam van een soort democratische school af en ik had dus echt geleerd hoe kan ik vanuit het kind kijken naar de intrinsieke motivatie en daar op aansluiten, op aanschuiven. Dus die directeur van die school wilde me graag hebben. Het moment dat ik daar begon met werken kwam ik er al achter van hey, zij willen wel spelend leren invoeren, maar wel op basis van de kerndoelen die in Nederland verplicht zijn vanuit de overheid. Dus ze moesten spelletje dit doen. Ze moesten spelletje dat doen. Ze moesten spelletje zus doen. Ze hadden bijvoorbeeld een registratiesysteem om alles te monitoren. 13 A4'tjes vol met allemaal vinkjes. En als ze dan 2 of 3 maanden achterliepen, oh, dan konden ze misschien niet goed springen. Of dan liepen ze misschien achter met op 1 been staan. Persoonlijk vind ik het belachelijk. Vertrouw op de ontwikkeling van een kind. Onvoorwaardelijk. En natuurlijk, als er wat is, als er wat mis is met een kind, dan ben jij de professional. Jij bent de opvoeder of de leerkracht of de pedagoog. En jij ziet dat. Dat heb je wel door. Als jij met kinderen werkt, heb je door. Hey, hier is waarschijnlijk wat extra zorg nodig. Daar moeten we wat mee. Daar heb je geen registratiesysteem voor nodig van 13 A4'tjes, waar je uren mee bezig bent om dat allemaal te meten. Onzin. Blijf gewoon observeren, blijf kijken. En natuurlijk, als jij een A4'tje hebt met wat punten, logisch. Het is fijn om ook een beetje die stappen te weten van de ontwikkeling van het kind. Maar alsjeblieft, ga daar verder niks aan ophangen. Ga daar geen registratiesysteem van maken zoals ik bij de bank heb gehad. Een incidentensysteem waar zoveel incidenten uit voortkwamen en dan werd het een probleem. Want eerder mocht het nog geen probleem zijn. En uiteindelijk was de klant vaak de dupe van het hele bureaucratische systeem erachter. Maar nu hebben we het over kinderen. En kinderen zijn geen halfproducten. Kinderen zijn mensen. Kortjak. En als je kinderen onvoorwaardelijk vertrouwt in hun ontwikkeling, kan je ze begeleiden. Kan je dus vanuit die eigen motivatie gaan kijken en gaan zoeken door mee te spelen, door samen te zijn met ze, door spelletjes te doen met ze, hè, en samen het leven te leven, weet je dat gewoon als professional. Dan weet jij gewoon, hé, het gaat hartstikke goed.
misschien meer uitdaging nodig. Het gaat misschien bepaalde zorgen die je hebt, qua praten, qua lopen, qua alles. Dat weet je gewoon. Uiteindelijk bleek dus in die groep 1-2 dat ik zoveel dingen verplicht moest laten spelen bij die kinderen. Dat ze er geen zin meer in hadden, een aantal. Sommigen wel hoor, sommige kinderen vinden het prima. Alles wat jij zegt vinden ze leuk en doen ze gewoon. Maar er zijn ook kinderen die dan in de weerstand komen, die daar helemaal geen zin in hebben. Ja, logisch dat ze dan het niet doen. Wij hebben de macht als opvoeder om ze dingen af te dwingen te doen. Zij hebben de macht om het gewoon niet te doen. Voorbeeld van dwang is toen ik met mijn zoon, toen hij nog klein was, bij het consultatiebureau kwam. En hij moest een gehoortest doen. Nou, dat is natuurlijk in zijn beleving toen ook een soort spel. En hij had daar geen zin in. Hij had gewoon zoiets, het zal wel, ik heb daar helemaal geen zin in. Uiteindelijk bleek na die test dat hij doof was. Wij moesten naar het ziekenhuis, want er moest verder onderzoek plaatsvinden. Als ouder zeiden wij al, joh, hij heeft gewoon geen zin. Laat maar, het is niet nodig. Nee, zei de professional, hij is doof. Want die professional had alleen getest. En mijn zoon had helemaal geen zin in die test. Als ouder zagen wij dat al. Maar de professional, die kende mijn zoon helemaal niet. En die had zoiets, nee, de test zegt dat hij doof is, dus hij is doof. Uiteindelijk zijn we toch naar dat ziekenhuis gegaan. Ja, je wil dan toch even zeker weten, hè, of het misschien niet echt is. En daar bleek dat hij gewoon goed kon horen. En dat wij dus als ouder gewoon gelijk hadden. Vertrouw ook op jezelf, hè, als opvoeder, als ouder. Het is heel fijn dat er professionals zijn, hè, als je hulp nodig hebt, dat je het ook kan vragen. Maar vertrouw ook op je eigen gevoel. Vertrouw jezelf in de dingen die je doet. Op dit moment heeft spelen vaak een negatieve bijklank. Dat is omdat op school wordt geleerd, en dat moet in stilte met de armen over elkaar in een boek. En als je dan even vrij bent, als je niks hoeft te doen, dan mag je spelen. Ik weet dat heel veel spelend leren ook wordt ingevoerd, maar nog steeds is dat vanuit dwang, is dat vanuit het schoolse. En kinderen die prikken daar doorheen. In het begin denken ze, oh leuk, spelen. En dan op een gegeven moment hebben ze door van, hé, maar die leraar die verplicht mij bepaalde dingen te doen. Die verplicht mij in een spelletje ganzenboord met rekenen te doen, terwijl het gewoon rekenles is, terwijl het gewoon weer automatiseren is. In de literatuur lees ik dan ook weer terug dat spel de motor onder leren is. Spel is niet het tegenovergestelde, het hoort bij elkaar, het is de motor onder het leren. De motor onder cultuurontwikkeling en misschien wel datgene wat ons als mens het meest karakteriseert. Maar soms moet je eerst even afstand nemen om dat te kunnen zien. In de geschiedenis zijn wij als mens niet eens de allersterkste geweest. Maar wij hebben onze fantasie. En door het spel en het spelen zijn wij in staat geweest om bijvoorbeeld de pijl en boog uit te vinden. Terwijl andere soorten, ook menssoorten, alleen een speer hadden, waren wij in staat om te denken, hé, touwtje, hé, boogje, hé, we maken er een pijl en boog van. En zo zijn wij altijd weer, nu nog, bezig met vanuit spelen, vanuit het spelende gedachte, nieuwe dingen aan het bedenken. Rob schrijft dan ook, het is tamelijk bizar dat een begrip als spel, waarvan iedere bioloog je kan zeggen dat het sterk samenhangt met leren, zo weinig aandacht krijgt in de onderwijspsychologie. Heel lang hebben we gedacht vanuit de ontwikkeling van kinderen, van je moet ze straffen als ze dingen doen die niet goed gaan. En je moet vooral belonen, hè, dat is nu de laatste jaren heel erg in opmars, de positive behavior support en dat soort methodes en technieken. Van nou, maar flink belonen en dan komt het allemaal wel goed. Wat je daarmee kweekt is een extrinsieke motivator, oftewel hij komt van buitenaf. Je doet iets voor het geld, je doet iets voor het cijfer, je doet iets voor de ander. Soms is dat helemaal niet fout, ik doe dingen ook voor geld. En ik vind het heel fijn om er geld voor te krijgen. Maar ik heb inmiddels ook geleerd dat ik dingen doe omdat ik ze graag wil doen. En ik krijg nu bijvoorbeeld 1/4 van het salaris van wat ik had toen ik bij de bank werkte. En ik ben happy man. Als het te weinig wordt, als mijn geldstroom te weinig wordt, dan is het wel van belang van, hey, maar wacht even, ik moet ook leven. Ik wil ook brood kopen. Ik wil ook mijn gezin onderhouden. Dan wordt het vervelend. Dan is die extrinsieke motivator toch ook belangrijk. Dus het speelt wel mee. Maar
Ik wil gewoon lekker in mijn vel zitten. De beloning voor mij is het spelen, letterlijk, want ik doe heel vaak spel nu op dit moment met kinderen. Het plezier wat je daarmee hebt, het dingen samen doen. Problemen oplossen samen, dat geeft mij ook een heel goed gevoel. Het naar je zin hebben, dat is voor mij belangrijker dan die geldstroom die van bovenaf komt. Het is ook bewezen dat als je bijvoorbeeld een bonus krijgt, dat je 3 maanden weer even gemotiveerd bent van wauw, ik had een bonus van 1000 euro. En vervolgens, dan is het gewoon weer klaar en denk je, ik vind mijn werk nog steeds niet leuk, ik ga met tegenzin naar mijn werk, gadver. En dan moet je dus om de 3 maanden moet je weer een extra bonus krijgen. Dat wordt duur. Ik heb al eerder een filmpje gemaakt over de theorie van Daisy en Ryan. De determinatietheorie, de zelfbeschikkingstheorie zoals die ook wordt genoemd. In het kort gaat dat erover dat de basisbehoeften, eigenlijk de intrinsieke motivatiebehoeften die je zelf hebt, is dat je dingen goed kan, dat je competent bent, dat je zelf de keuze hebt in wat je gaat doen, autonomie. Dat heeft dus ook te maken met gehoord worden. Soms als leerkracht of als begeleider van kinderen bepaal ik wat er gebeurt. Als een kind het daar helemaal niet mee eens is, dan wil ik daar wel altijd even naar luisteren. Ik vertel hem of haar wel, joh, de hele groep is nu zover dat we bijvoorbeeld een eetmomentje hebben. Dat is ook een bepaalde dagroutine die we dan hebben. Maar ik maak dan wel gelijk weer afspraken met die persoon. Van joh, ik zie dat je nu met de kapla bezig bent. Je wilt dat waarschijnlijk afmaken. Na het eetmomentje mag je daar weer mee verder. Laat het maar even liggen. Als je dat doet, dan wordt die ander gehoord. Krijg je ook minder verzet. En je laat zien dat je hem of haar begrijpt. Ook al is het op dat moment even de macht van de opvoeder die regeert. Nog steeds kan je dan dus rekening houden met de autonomie van het kind of van de ander. Dat kan alleen maar vanuit de relatie. Als jij constant dingen belooft aan die ander en die ander weet dat ja, het zal wel, maar die Arthur die vertrouw ik niet meer, want die komt nooit zijn beloftes na, dan zal het niet lukken. Vanuit die relatie weet je dat. Dus je moet elkaar leren kennen. Ik vind het soms best lastig, zeker in de oudere groepen, om dat voor elkaar te krijgen. Daar moet je ook je best voor doen. En je moet het allebei ook weer willen. Maar die relatie, die competentie en die autonomie is voor ieder mens belangrijk, ook voor jezelf. Spelen zelf kan alleen maar vanuit die intrinsieke motivatie. Dat kan dus nooit vanuit dwang, vanaf boven, er doorheen gedouwd worden. Dan is het geen spel meer. Dan is het een verplichting. Dan is het werk. Verplicht werk, dwangarbeid. Spelen gaat vaak om rollen. Je kan je ook een beetje inleven. Ik kan maar bijvoorbeeld ook een beetje zo praten. En sommige kinderen vinden dat heel leuk, sommige niet trouwens. Vaak vraag ik het toch even, vond je het een leuk grapje of niet? Maar ik gebruik ook vaak humor in mijn lessen. En ik probeer ook in deze YouTube-video's af en toe gewoon lekker humor erin te doen. Want ook YouTube is een vorm van spelen. Ik doe nu net alsof ik tegen jou praat. Want anders dan zit ik alleen maar tegen een Sony 4K-camera te praten. En dat vind ik een beetje saai. Die antwoordt niet. Nog niet. Misschien over 100 jaar wel, maar nu niet. Spel moet altijd vrijwillig zijn. Je weet dat je speelt en je weet dat je buiten het spel er niet op afgerekend wordt. Wat ik ook een hele sterke regel vond die ik hier nu niet zo snel in lees, is dat je altijd vrijwillig meedoet. En dat betekent dus ook dat op het moment dat jij speelt en je hebt geen zin meer, mag je er dus ook uitstappen. Met spelen mag je altijd weer stoppen. Er is geen consequentie als je stopt, behalve dan dat de ander natuurlijk teleurgesteld kan zijn. Dat kan wel. En dat mag je ook laten zien. In mijn beleving gaat het erom dat we leren op de wereld te leven met elkaar en met de hele wereld. Zodat we over 1000 jaar nog steeds de planeet kunnen bewonen. En zoals we dat nu doen, als je gewoon naar buiten kijkt, zie je het al. Het is verdorie 30 graden buiten en dat is elk jaar weer. Dan weten we zeker dat we er over 1000 jaar niet meer zijn. Het voordeel van spel is ook dat we dus fantasie hebben. En dat we ons ook konden voorstellen, pessimistisch kan ook, maar ook positief, hoe het dus over 1000 jaar zou zijn en zou kunnen zijn. Ik hou ervan dat soort films bekijken, maar heel veel van die films zijn ook echt doemscenario's, hè, waar de hele wereld is vernietigd. Neem Wall-E van Walt Disney. Mijn kinderen hebben die heel vaak gezien. Maar de hele wereld is dan één grote afvalbak. En de mensen zijn verplaatst naar de ruimte. Willen we dat? Ik niet. Dus we hebben mensen nodig die dat om weten te buigen. Hè, bepaalde ideeën die wij hebben. Ik denk dat er veel meer bomen moeten komen.
Ik weet bijvoorbeeld dat de wetenschap ook bezig is met bomen die meer CO2 kunnen omzetten naar zuurstof. Nou, misschien hebben we daar wel wat aan. Hè? Dat soort ideeën, er zijn vast nog honderdduizenden, miljoenen andere ideeën die kunnen helpen om ja, met elkaar zeg maar, die wereld te kunnen blijven bewonen en ons gezond en gelukkig te voelen. Dit boek raad ik aan als je een mooie samenvatting wil en ook de ideeën van Rob die daar echt in gespecialiseerd is in het playful mind en het spelen. Zeker als je nieuwsgierig bent hoe je jezelf op kan voeden, hoe je zelf met kinderen om kan gaan. Als je niet vanuit straf en belonen wil werken, maar vanuit motivatietheorie zoals die intrinsieke motivatietheorie van Daisy en Ryan. Daar ben ik al jaren mee bezig. Daar ben ik al jaren ook aan het zoeken. Want wat zijn de grenzen daarin? Want soms zijn kinderen het zo gewend om vanuit straf en belonen te werken en te moeten. Dat ze ook niet meer weten hoe het anders kan. Als je ze op dat moment vrijheid geeft, dan zit de verf tegen de muur. Dan worden de kasten omgegooid. Dan gaan de ramen kapot. Dan worden mensen super buitengesloten. Maar ik zie dat ook bij volwassenen. Maar het is dus ook zoeken en constant weer bekijken van, hey, hoe gaat het? Dat is ook weer het spel. En samen het gesprek aangaan, natuurlijk. Ik hoop dat er meer binnen gewone scholen ook met echt spel gedaan wordt. Dat de overheid gaat zien dat spelen en de pauze waarschijnlijk belangrijkere vaardigheden zijn. En dat je dan veel meer leert dan het verplichte rekenlesje of het verplichte taallesje. Zodra dat besef komt, ook bij de overheid, de inspectie en dat soort zaken, worden ook de leerkrachten hopelijk weer gezien als de professionals. De mensen die je kan vertrouwen. Want dat kan je. En gaat er dus meer vanuit vertrouwen gestuurd worden dan vanuit de controle, zoals het nu vaak nog gebeurt. Ik hoop dat we die kant op gaan. Ik doe er in elk geval mijn best voor door dit soort filmpjes te maken. Ik hoop dat jij er open voor staat. Ik ga jou niet dwingen wat je moet doen, aangezien dat denk ik nog steeds averechts werkt. Dus ik hoop dat ik met deze boeken, deze theorieën en deze voorbeelden jou weer op weg heb geholpen naar jouw vertrouwen in je werk en vertrouwen in jezelf, de ander en zeker de kinderen waar je mee mag werken. Einde van deze vlog. Tot de volgende vlog. Doei!